Vanavond ben ik in de Biesbos. Ik wandel hier een beetje in het rond. En ik ben op zoek naar vogels. Ja, natuurlijk, naar vogels. En het eerste wat me opviel toen ik de Biesbos binnenreed, was een zwerm visdiefjes. Die zwermden boven twee lepelaars die daar liepen te fourageren. Dus daar wolkte het van de visjes. Kan niet anders. Wat me ook opviel was de zwerm zwaluwen die ik erna zag. Huiszwaluw, boerenzwaluw en oeverzwaluw. Drie soorten in één zwerm. Ze zwermden boven de akker en er streken regelmatig neer in de toppen van die dooie bomen. Ja, daarna stond ik oog in oog met een veldleeuwerik. Ja, zo heb ik een veldleeuwerik eigenlijk nog nooit gezien. Van een afstand zag ik een bruine kiekendief in een boom zitten. Maar eerder had ik deze boerenzwaluw op het hek. Ja, beter kun je hem niet hebben. Een paar meter afstand. Vol in beeld. En zie die prachtige kleuren van zo'n boerenzwaluw. Wat je niet ziet, is dat de partner van die boerenzwaluw op de grond rondscharrelt. En dat zag ik ook eerder met die zwerm. Die streek regelmatig neer op de weg om daar insecten van het asfalt op te pikken. En zo valt er vanavond weer veel te zien in de Biesbos. Zoals altijd, elk bezoekje heeft zijn eigen verrassingen.